Vanuit Studio 24 is dit Korenslag. Allemaal nog een, de allerbeste, de gezegende wensen voor het nieuwe jaar. Wat leuk dat u meteen al het begin van het nieuwe jaar begint met iets leuks, namelijk het bezoeken van Korenslag. En thuis ook prachtig nieuwjaar. Welk koor, dames en heren, mag zich een jaar lang het beste koor van Nederland noemen en krijgt een optreden in het internationale song, eigenlijk moet ik zeggen zangfestival, van Europa Cantat. Nou, vanavond de laatste van de drie voorrondes, met natuurlijk weer drie nieuwe koren. En allemaal hopen ze natuurlijk op een plekje in de halve finale, en die begint volgende week. Maar zover is het nog niet. Eerst moeten deze koren de jury en u thuis overtuigen dat ze ook echt dat plekje in de halve finale verdienen. En het koor dat zich als eerste aan u voorstelt bestaat enkel uit mannen. Hebben internationale ambities, maar zijn trots op hun afkomst. Hier is de Dutch. En dan gaan we naar Harderwijk. Dat is een hele grote groep. En ze noemen zich pop- en rockkoor Harderwijk. Bijzondere, het Beloftepleintje. En waar staat het Beloftepleintje? Dat staat in Harderwijk. Dit is de stadsport van Harderwijk. En de popgroep Harderwijk gaan wij vandaag vertellen dat ze dus door zijn in Korenslag. Maar wat horen wij nu overal? In blaadjes, in artikeltjes, maar ook bazuinen ze het rond bij kapperszaken en waar ze allemaal werken. Ze zeggen dat ze ja, voor 99% door zijn. Maar ja, ze zijn pas door als ik geweest ben. Dus of we dat kunnen beloven dat dat helemaal eerlijk gaat? Nou, we hebben een plannetje bedacht voor ze. Nou, wat we bedacht hebben is het volgende. Onze regisseur Jannes die gaat zogenaamd als regionale omroep naar binnen toe. Gaat vragen hoe zit het nou met die 99%. En op het moment dat ze erover beginnen, kom ik binnen. En dan weten ze het pas zeker. Dus Jannes, jij bent nu... Ja, jij kan hier even kijken wat wij aan het doen zijn. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ja, jullie gaan naar binnen toe, hè. Succes. Van de regionale omroep. Wij zouden vanavond even komen filmen hier. Ja, dat om, kan niet,
Kijk wat ze allemaal te vertellen hebben, de dames. Jullie hebben meegedaan aan Korenslag. Ja. Jullie zijn al door. We hebben vanmiddag even met jullie gebeld en het was 99% ja, precies. Zeker dat jullie ja. door waren, ja. toch? Eigenlijk wel, ja. Maar? Nou, het moet natuurlijk een verrassing blijven, hè? Voor iedereen. En jullie hebben Henny ook ontmoet? Ja, we hebben helemaal mogen aanraken. Ja. Zo. Nou, dat was best prettig, hè? Ja. Henny is wel lief. Ja, het is gewoon zo'n ideale schoonzoon, denk ik, zo'n beetje. Nou, schoonvader. Opa Huisman. Ja, lekker. Maar wanneer weten jullie dan dat jullie door zijn? Wanneer is dat definitief? Op het moment dat Henny binnen stapt, zeg maar. Ja. Maar dat is nog niet gebeurd? Nee. Spannend, nee. hè? Jammer, hè? Ja, dus we zijn best wel heel blij met jullie, maar... Het was nog iets leuker geweest als Henny binnen was gestapt. Maar we zijn eigenlijk al heel erg blij met jullie. Jawel. Overal een beetje al rond verteld, van, we zijn er zo goed als door, 99%. Jawel. Ik heb de stukjes gelezen in de krant. Maar er is nog een koor uit Harderwijk. Die zijn niet door, maar jullie wel. We laten het liedje horen. We hebben voor iedereen dezelfde opdracht, althans. Het is Nederlandstalig. Dus dat... Oh, lekker, gelukkig. Ja. En, nee. We laten het horen. Kijk maar of je het herkent. Nee? Ja. Zou je willen... Kijk eens. Het is een keer een eigen wagen. Zij weet wel hoe. Ja. Dames, heren, heel veel succes. Wij zien elkaar in de studio. Dan weet je wel hoe. Dan weet je ook. Ja, oké. Ja. Goed. Dag allemaal, succes. Dag. Ja. En ze staan hier om ons heen, om mij heen.